De beweegweek voor ouderen wordt afgesloten bij voetbalclub PPSC. Er stonden veel buitenactiviteiten op de planning, maar het Nederlands weer gooide roet in het eten. Gelukkig was er een activiteit die wel doorging. Bewegen op muziek. Ja hoor, we hebben hier een tribune en daarop hebben we dus gewoon wat beweegactiviteiten gedaan. Voor degene die nog door dit noodweer hier naartoe durfde te komen. Chapeau voor deze mensen, maar we moesten het hiermee doen. En waarom organiseren jullie de activiteiten voor Beweegweek? Als PPC wilden we een oudervriendelijke vereniging zijn. En op die manier hebben we ook contact met het Nationaal Ouderenfonds. We hebben toen die Beweegweek werd uitgeroepen, hebben we contact opgenomen met de gemeente, de sportservice, met senior welzijn. En gezegd, wat kunnen we doen om op de wegen voor ouderen nog een keer onder de aandacht te brengen? Het is heel belangrijk voor ouderen dat ze kunnen en blijven bewegen. Ja, ik heb maandag in samenwerking met PPC en Senioren Welzijn hebben we een triathlon georganiseerd. En dat was eigenlijk de start van de week waar we 9 deelnemers hadden. En vandaag leek het ons leuk om hier weer af te sluiten. En gezien het feit dit altijd op donderdag ook wordt aangeboden, wellicht weer nieuwe mensen hier naartoe te kunnen brengen. Bewegen op muziek. Hoe houd je rekening met de leeftijd? Ja, eigenlijk door oefeningen aan te bieden die senioren goed mee kunnen draaien. Dus op een rustige manier bewegen, zodat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan deelnemen daaraan. En u loopt hier al eventjes rond. Wat zijn de meningen tot nu toe? Ja, ik bedoel voor vandaag. Ja, jammer van de regen. Maar het is wel gezellig dat er toch nog zoveel mensen gekomen zijn. Waarom is het zo belangrijk dat senioren nog steeds bewegen? Ja, toevallig las ik laatst wat hier in de gemeente van iemand dat slechts een kwart voldoet aan de beweegnorm. Ja, naarmate je ouder wordt is het gewoon heel erg belangrijk om te blijven bewegen. Ja, hopelijk de rollator zo lang mogelijk uitgesteld kan worden.